Welkom bij deze vijfde uitleg van hoofdstuk nummer 7. En in deze paragraaf ga ik het hebben over zwakke zuren. En deze paragraaf zal twee filmpjes bevatten, waarin ik in het eerste filmpje de theorie behandel en in het tweede deel de berekening die je daarmee moet kunnen. Om te beginnen ga ik dus de theorie doen. In de theorie, daarin ga ik jullie vertellen wat ook weer een zuur was, korte herhaling, gevolgd door sterke en zwakke zuren. En welke verschillen we daarin kunnen waarnemen op het moment dat we vooral gaan kijken naar die zwakke zuur. Nou, wat was een zuur ook alweer? Een zuur was een deeltje wat een H+ kon afstaan. En dat was dat enkele proton waar we het al eens eerder over gehad hebben. Zonder elektronen, dus gewoon een los proton. En die zitten natuurlijk in verschillende zuren. En hier zo zien we twee voorbeelden daarvan. Nou, hoe gaan we nu kijken naar de sterkte? De sterktes van zuren kunnen we grofweg opdelen in twee categorieën. Namelijk sterke zuren en zwakke zuren. En hier zien we een mooi plaatje waarin het verschil heel duidelijk wordt aangegeven. Als we allereerst kijken naar de linkerhelft van het plaatje, dan zien we hier een sterk zuur. En als we dat sterke zuur, voordat we dat eigenlijk in water doen, dan zijn al die deeltjes aan elkaar vast. HA. Oftewel het haartje wat die wil gaan afstaan, dat zit nog aan het haartje vast. En je kunt hier zien dat alles dus aan elkaar vast zit. De concentratie van HA is op dat moment dus ook heel erg hoog. En er is nog niks gesplitst, er is nog niks opgelost. En dus vinden we nog geen H+ en geen A-. Daarom zijn die concentraties hier exact nul. Als een sterk zuur gaat oplossen in water, dan lost die volledig op. Oftewel, alle HA'tjes die gaan uit elkaar. En dus wordt er overal H+ en A-. A- is even een algemene notatie voor acid negatief. Dus eigenlijk is zuurrestion en dat kan van alles zijn. In vorige lessen hebben we daar geloof ik wel eens een X genoteerd. Maar in ieder geval, deze die vallen dus volledig uit elkaar. En je ziet dus ook dat de concentratie HA van heel hoog naar helemaal nul gaat. En de concentraties van A min en H+, dat die ontzettend hoog worden. Deze splitst dus volledig op. En dus zijn deze concentraties heel erg hoog geworden, terwijl die andere volledig is afgenomen. Kijken we dan naar een zwak zuur, dan hebben we wederom dezelfde begintoestand, namelijk niks is gesplitst en de concentratie van HA is enorm hoog. Maar wat gebeurt er nou bij een zwak zuur? Bij een zwak zuur gaan we zien dat slechts een klein gedeelte van die HA'tjes zijn H+ zal gaan afstaan. En dus zie je dat er wel H+'tjes in de oplossing zitten en je ziet ook A-minnetjes in de oplossing zitten, maar het grootste gedeelte van de deeltjes is nog steeds HA met de deeltjes aan elkaar vast. Als we dat in de concentratie zeg maar kunnen waarnemen, dan zie je dus dat de concentratie van HA slechts een klein gedeelte is afgenomen en dat er slechts een klein gedeelte van de H+ en de A- is te vinden in de oplossing. Dus we hebben die twee categorieën, sterke en zwakke zuren. En hier zie je nog een ander plaatje die min of meer hetzelfde laat zien met volledige splitsing en gedeeltelijke splitsing. En hier komen dus daar de volgende conclusies uit. Sterke zuren lossen volledig op en vallen dus allemaal uit elkaar. Daar waar zwakke zuren dat niet doen. En slechts een klein gedeelte van de zwakke zuren zullen daadwerkelijk hun haartje afstaan. In reactievorm kunnen we dat ook speciaal weergeven en dan kun je het ook herkennen. Want hoe ziet dat eruit? Nou, een zwak zuur die reageert in de vorm van een evenwicht, terwijl een sterk zuur volledig reageert. Dat volledig reageren, dat kun je namelijk zien als iets wat van links naar rechts gaat, 100%. Alles, dus van links naar rechts. Terwijl aan de zwakke kant er een evenwicht optreedt, waarbij een gedeelte aan de linkerkant is en een gedeelte aan de rechterkant. Waarbij je zelfs nog zou kunnen zeggen dat die twee elkaar in balans houden. En dus daarom is het natuurlijk ook een evenwichtsreactie. Nou, hoe noteren we dat dan in een oplossingsvorm? Als we deze algemene formule even gebruiken, HA wordt H++ A min,
Doordat het volledig oplost, gaat alle HA weg. Oftewel, de notatie die we gebruiken voor een oplossing van een sterk zuur bevat de twee deeltjes aan de achterzijde van de pijl. Want dat zijn de deeltjes die het meeste voorkomen in een oplossing van een sterk zuur. Misschien kun je met dat laatste zinnetje al gokken wat er bij het zwakke zuur gaat gebeuren. Bij het zwakke zuur wordt slechts een deel opgelost en wordt er maar een heel klein beetje H+ en A-. Omdat er slechts een klein gedeelte aan de achterkant zit, is de grootste hoeveelheid van de deeltjes nog steeds aan de voorkant. En dat maakt dat de notatie voor een zwak zuuroplossing niet de achterzijde is, maar de voorzijde. Dus je pakt steeds het deeltje, of eigenlijk de deeltjes, ik zou ook kunnen, van de kant waar de meeste van aanwezig zijn in de oplossing. Bij een sterk zuur de achterkant en bij een zwak zuur de voorkant. Waarbij ik nog kan aantekenen als laatste opmerking dat een zwak zuuroplossing aan de voorkant altijd AQ is, terwijl dat in het sterk zuur niet altijd het geval is. Daar zie je vaker vloeibaar of gasvormig. Nou, welk soort zuur zal nou het meest geleiden? De geleiding van een oplossing, de geleiding van stroom moet ik misschien even duidelijk zeggen, is afhankelijk van geladen deeltjes die vrij kunnen bewegen. Vrij bewegende deeltjes kunnen zijn elektronen in een metaalrooster. Maar in dit geval kijken we naar geladen deeltjes, namelijk ionen, die vrij kunnen bewegen door een oplossing, dus door het water heen. Nou, als we kijken naar een sterk zuur, dan lost die volledig op. En dus komen daar heel veel ionen bij vrij. En dus zal de geleidbaarheid van een sterk zuuroplossing heel erg goed zijn. Kijken we dan naar een zwak zuur, dan is een zwak zuur slechts een gedeelte oplosbaar. En dus zijn er weinig ionen in de oplossing en relatief gezien, steek in vergelijking dus met die daarboven, zal er een stuk minder goed elektriciteit worden doorgegeven. Gebeurt wel, maar minder goed dan bij die sterke zuur. Dus stel je hebt een 1 molair oplossing van een sterk zuur en je hebt een 1 molair oplossing van een zwak zuur, dan zal het sterke zuur beter geleiden dan het zwakke zuur. Nou, maar nu is de vraag, welk zuur is nou precies sterk en welke is zwak? Dit kunnen we vinden in tabel 49. Hier staan alle sterke zuren en alle zwakke zuren in opgesomd. En de sterke zuren, die kun je helemaal bovenaan in de tabel vinden. Namelijk de bovenste set. En dan de H3O+ die daar staat genoteerd, dat is je scheidingslijn. Die heeft ook geen zuurconstante en ook geen pKa. Dus alles daarboven, boven die scheidingslijn, dat zijn alle sterke zuren. Dat maakt dat alles wat daaronder staat, dat zijn de zwakke zuren. Maar hier zit een opbouwende schaal in, of eigenlijk beter gezegd een aflopende schaal. Want dit zijn de sterke jongens. Dat betekent dat de eerste die daarbij staat, dus het dichtst bij de sterke zuren, CCl3COOH, dat is het allersterkste zwakke zuur. En hoe verder je naar beneden gaat, hoe zwakker de zuren dan vervolgens worden. Met aan de onderkant van de tabel het aller zwakste zuur. Nou, dit is wat ik voor nu wilde vertellen. We hebben het gehad over sterke en zwakke zuren, de geleidbaarheid in stroom en we hebben het gehad over hoe jij een sterk zuur kunt opzoeken in je pinas. Nou, hierbij zijn op dit moment slechts 2 huiswerkopgaven die je kan gaan maken. En dan in de volgende video ga ik dus bezig met de berekening waarna je ook die opgaves zult gaan maken. Maar voor nu 2 opgaves. Veel succes, veel plezier en geniet ervan.